In het gebouw achter mij zal de First Lady Ingrid Boutersen-Waldering wederom doneren aan behoeftige mensen en organisaties. Ik neem u mee om ook deelgenoot te zijn van dit gebeuren. Kom je met me mee? Mevrouw, u weet, ik begrijp dat jullie het heel moeilijk hebben, vooral de jongeren die jullie gaan naar school. En onze taak, ik probeer zoveel mogelijk de jongeren te helpen, die naar school gaan en voor hun school een bepaald project moet gaan uitvoeren. Niet voor een beetje buiten de stad genieten, want sorry, daarvoor help ik echt niet, omdat ik vind dat we andere sociale projecten kunnen doen. Maar dit is belangrijk voor jullie en daarom helpen we, alsjeblieft. Tijd werk ik heel veel met de gedetineerden. Ik wil ze van hieruit bedanken dat ze eigenlijk, ondanks ze om bepaalde redenen daar zitten, weer teruggeven aan de gemeenschap. Ik ben blij daarom en ik blijf met ze werken. Ze zijn nu bezig voor me om een toilettengroep op een bepaalde school te maken. Dit hebben zij ook allemaal, al die kasten voor ons opgeknapt. Dus van hieruit, ik hoop dat ze me horen, wil ik ze nogmaals bedanken voor hun inzet. Dankjewel. Ja, in zo'n korte tijd dat ik hier zo sta, namens de leerkrachten en leerlingen, wil ik u toch nog iets overhandigen. Dankjewel hoor. Hartelijk dank. Geven is een symbool van liefde. Ik dank u voor uw liefde voor geheel Suriname. En mogen de Heer u daarboven alle graag toestemmen. Mevrouw Smit, uw organisatie heeft vandaag een donatie ontvangen van de First Lady. Wat voor soort organisatie is deze? We zijn een verpleeghuis Evit, gevestigd in Ellen Komewena. Verpleegzorgdiensten geven we. Dus mensen die uit het ziekenhuis medisch uitbehandeld zijn, die worden dan gestuurd naar verpleeghuis Evi en daar krijgen ze verdere zorg en revalidatie. En wat heeft u vandaag ontvangen van de First Lady? We hebben dus een kerstpakket voor de cliënten gevraagd. Dus inhoudende basis en spullen zoals baddoek, tandpasta, tandenborstel, dus verzorgingsartikelen. Meneer Sangali, u vandaag een donatie ontvangen van de First Lady. Van welke organisatie bent u precies? We zijn van belangenbehartiging gepensioneerd uit overheidsdienst, BBGO. En wat doet deze organisatie precies? Deze organisatie behartigt de belangen van de gepensioneerden. Dus, en we natuurlijk hebben ook activiteiten. In dit geval hebben we een activiteit voor het viering van end of the year. Dus kerstviering. En daarvoor dus, hebben we dus inderdaad aan de First Lady het verzoek gedaan om wat donaties. En wat heeft u ontvangen van de First Lady? We hebben, ik dacht, 200 kerstbroden en 200 potjes pindakaas. En wanneer is de activiteit van het BBQ? We gaan het op 14 december houden. Ja, voor ongeveer 2000 leden die zich hebben geregistreerd daarvoor. Meneer Carlos, ja. U heeft vandaag een donatie ontvangen van de First Lady. Van welke organisatie bent u precies? Ik ben van SV Matawa United, een voetbalvereniging. En wat doet SV Matawai precies? Waarvoor heeft SV Matawai deze donatie ontvangen? Oké, ik had een verzoekbrief voor de First Lady gestuurd, zeg maar gebracht, voor die donatie. Die jongens hadden het echt nodig, die voetbalschoenen. En nu om sponsoring te krijgen is een beetje moeilijk. Dus ik dacht van, ik probeer het even bij de First Lady. En ja, het is ons gelukt. Ja.
Meneer Koyna, ik kom hier naar First Lady en ik kies voor een donatie. Hoe soort organisatie naar u? Ik dorp voor mij Karabolo en dan de oma's maar bij over een stichting. En dan op zijn paarden zijn ze moeilijk. Daar ben ik van nodig dan om te kiezen. Daar soms denk ik dat ik vrij moet uit buiten me om. Dan blijkt dat ik dan schrijf voor een briefje First Lady. En toevallig met dat foto. Dan belt ik dat ik kies voor een sani dat mijn naam gaat met mijn tang. Oké, namens dat dorp. Dus dat verrast me schrijf ik van Kong. Ik zit daar dan doen zijn. En vooral, hoe ben ik gebruik gramazoon naar het dorp. Voor kira gratis doen om mijn sani. Maar laatst, wat medisch man kon drapen leg uit. Dat ik vooral bij de oma's ma. En met mijn tak en met alles ma. Voor boskondres even kan je en kan sabi toe. Dat ik gramazoon. Hij aan op boem vooral bij oma's ma. Hij meke de neem aan kiesip ching. En dat me vind ik wel ver voor dat ze dat breedte. Vijf de vrouw accent toe voor je voor klimaatgratie naar den dorp. Dus dan, mm-hmm. En dat is een first lady die je, of die je als stichting tiede? Die deed een bruskutter. Dus na oplossing voor klimaatgratie, klimaat kon er mooi en zo. En ik ben verrast. En soms je dat ze namen bepaalde zijn niet nee, ze maar die de vrouw komt van first lady dat die allemaal de bezig en als donatie voor die. En daarom is er een toe dat Abuai, gi na lobby. If you no lobby atrawa, you no gi noti. Ma moment die gi na lobby. En fazatan hole a lobby doro. En mi wanta kwa algemeen, sani tu baka gi herbus kondra gi herstranang. Teide na leiding, ek famina captain. Da you no me du sani fu nyang. You me du sani fi you ning. Ya, no me fene wa air. Ador bel mi mi konja first lady gi wan donasi dan no mte kasan dan kibri fu do san tak funyang dan mo gwanga ning tak luister baya bedankere first lady karmi luka jimeng a gime fu un das maisi ma so mens ma edu san funyang te fe na san fu dugi al kaminda ye kibre wan funyang da no bon te da leading na gimu gu do fu ne e na captain disi do dati a captain disi do dati a captain disi do dati da bon en so mete ga her keren tu misata de ma tapu e suku fu panya ma cha do ra so man da de libane na na nya de suku da so me on to become neko. Maar zolang je in leiding, je noemt denk ik voor je moro, je moet denk ik voor trasma. Maar kan je niet fika, fika is er. Precies dat die first lady educatie. Dat is missie, dat is mijn tijd, dat is mijn tijd, dat is mijn tijd. Want het is refer, kies je daar, ik heb bakken.